ja, maar ik hoor eventjes. Ik roer de ellende weg. Ik roer de ellende weg. Wat is nou? De roer de ellende weg, met een bak kop. Heb je een kater? Nee. Nee? Helemaal niet. Ik ben verser dan dit. Zal je mij niet vaak zien op zondag. Nee. Maar wat roer je voor ellende weg dan, Jos? Is het een link naar het pensionado's van inmiddels gisteren? Inmiddels gisteren, inderdaad. En het liefst diep in mijn hart had ik gehoopt dat er geen interview zou komen vandaag. Maar ja, dan kom je op je werk en dan staan ze hier gewoon op te wachten. Ja, dat zegt ook al wat. We waren hier al om 9 uur vanochtend. Ja, ik heb expres een late shift aangevraagd. Maar zelfs dat helpt niet. Die ontlopen niet. Nee. Maar, ja. 3 keer gescoord hoor ik. Er is 3 keer gescoord, ja. Door ons. Door ons. Niet door mij. Wel de vrijdagavond houdt je op. Ik zeg, houdt, hoe zit het? Hoe zit het met de mensen? Hè? Uitwedstrijd, 12:15. Dat is geen... kansloze missie, ja. Ja, kansloze missie zou je zeggen van tevoren. Houdt zegt, nee, Jos, ik hoef niet eens mee te doen. Ik ga volle bak zuipen. Maar we hebben 16 man. Dus ik denk, jeume. Nou, tegen de koploper die al kampioen is. We kunnen nog wel gaan worden. Ja. Zaterdagochtend. Wordt gebeld. Eerst Jim. Ja, de tas. Moet je even snel doen, want ik kom direct er naartoe. Dus jij moet de tas meenemen. Ik auto regel de tas mee. Houd je belt op. Juist. Zo'n kater. Jij moet even de pasjes doen, Jos. Want ik kom iets later. En trouwens, ik krijg net een belletje van... Kinsey is er niet bij. En een belletje van Spaan, want die is ziek. Ja. Die heeft de griep. Kun je even een keeper regelen? Keeper regelen. Ene gebroken duim, ander gebroken voet. Keepers bij Noordwijk helemaal, hangt een vloek op, denk ik. Ja. Ik had wat last van mijn lies van de zomeravondvoetbal, dus wat zeg ik als captain? Ik regel toch al alles, weet je wat? Ik ga wel keepen. Ik ga keepen. Ja. Ik ken het wel een beetje, ik vroeger al een paar keer op doel gestaan. Nou, tenuutje stond me goed, zei iedereen. Misschien was de aanvoerdersband even iets te veel op dat moment, dat ik die ook nog om moest doen. 1-0 voor. 11 man hadden we. Ja. Hout was gevlucht. Hout, waar zit je? Waar ben je? Houtje was gewoon weg. Het spelersformulier ingevuld en we hebben je nog meer gezien. Dus ik weet nog steeds niet wat er met je aan de hand is. Maar hopelijk pak je het nu weer op de zondag en ben je er weer. En ben je weer het ventje. Laat het even weten alsjeblieft. 1-0 voor. Fantastische goal van Skaf. Mooie actie van Rocky. Katten begon zo slap. Ja, ik wil niet de hand in eigen boezem steken, maar... Ik maakte de wereldredding, Arne. Oh. En iedereen stond te applaudisseren. Ik denk, en er was 2 keer al op de lat geschoten. Ik denk, nou, er zit een engeltje op mijn lat. Ik hou die bal. Ik denk, gaat het dan toch gebeuren? 10-3, Arne. Hey, ik had Jim vanochtend een WhatsAppje gestuurd. Ik had een 10-3. Ik noem mijn shit. Ja. Ik heb vanochtend aan de gym niet naar de kroeg WhatsApp geweest. Ik schaamde me te erg. Hey. Jim, drukfout. 10-3, ook al wat kan ik gevraagd. Jawel, 9-3 was het volgens mij. 10-3. Was het 10-3? Oh, ik dacht 9-3. Hij dacht nee, 10-3, het was dramatisch. Okay. Hoe komt dat? Tja, puntje. Ja. Nou, ik wil ook een oproep aan, want ik ga natuurlijk niet de hand in eigen boezem steken. Hè. Ik weet dat ik de 3-1 kon ik me aanrekenen. Die tikte ik heel mooi in de kruising. Oké. Okay. Pakte ik wel mooi mee. Nou, het werd nog 3-2 trouwens, om het toch even terug te komen. Toen dacht ik, maar nee, het was gatenkaas was het daar. Ja. Niemand deed meer wat. En die laatste 6 dacht ik, maar het zijn er dan nog 7. Dat waren allemaal 1-op-1'tjes. En ze zeiden wel dat ik goed lang bleef slaan, maar zelfs zo lang dat ik af en toe ook omviel. Maar het was het gewoon niet, Ar. Ik heb mijn best gedaan. Ik had ook nog een Casillas reddingkey, maar daar werd dan ook weer niks over gezegd. De teen van Casillas. Daar zullen ze het niet meer over hebben, omdat het 10-3 is. Die worden niet gewaardeerd bij ons in doelen, hè? Dat weet ik uit ervaring. Nee. Hey, maar volgend jaar... Ik kan mezelf niet aanrekenen, denk ik eerlijk gezegd. Maar ja, dat moet de pensioens maar bepalen. Dat kan ik echt niet zelf doen, maar... Als ik nog eentje tegenkom die gisteren meegedaan heeft, zal ik die ook even aan... Alsjeblieft, want ik ga mezelf... het was gewoon... Ik ben ook een van de 11 en ook ik stond op een gegeven moment als een zouten zak in de goal. Dus ja, het was terug. Hey, maar zijn we inmiddels al gedegradeerd of niet? Nee, ja. Eigenlijk dacht ik wel, de concurrentie heeft allemaal gewonnen, maar ik zag dat Vitesse Delft ook had verloren. En die staat 1 puntje boven ons. We hebben nog 2 wedstrijden. Die andere kunnen we niet meer inhalen. Dus alleen Vitesse Delft. Dus het is of ene laatste en na competitie.
of direct degraderen. Wat willen de pensionaten? Willen ze nog doorvoetballen? Wat wil Jos Herings aan? Ik heb het er veel over gehad daar. Met? Met mezelf. Oh. En met anderen. Ik spreek met mezelf? Ja, ik spreek met mezelf. En dan denk je over na, wat willen we nou? Ik denk dat het niet verkeerd is als we degraderen, hard. Nee. Als ik de uitwedstrijden bekijk, vooral. Ja. En dat hoort er ook bij. Ja. En ja, en mocht het zo zijn dat we erin blijven, dan vind ik het heel gaaf. En daar ga ik nog wel voor, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ja. Want de kans is er nog. En als de kans er is, vind ik niet dat we moeten opgeven. Ja, dan voetballen we iets langer door. En misschien is dat ook wel goed, want dan blijven we misschien een beetje fit. Want dat is nogal een beetje het probleem dit seizoen. Denk ik. Mooie openhartigheid hoor, die zondagochtend. Ja. Mooi om mensen over pijn zien ook. Ik ga een slokje nemen. Ja. Deze koffie. Zondagochtend zonder kater, maar toch een beetje kater. Een beetje kater wel. Maar als je terecht hebt verloren, dan is de kater minder. Dus dan kan ik het ook goed relativeren. Even toch een laatste vraag. Ja. Als je nou, kunnen we één iemand aanwijzen? Piet Bart is ook altijd vaak degene die de schuld krijgt. Nou, ik heb Piet Bart wel een hele mooie naakte uitleg zien geven op de vloer in de kleedkamer achteraf. Dat was ook wel een openbaar. Naakte uitleg? Ja, hij was omgekleed, hij wilde douchen, maar hij moest het toch zeggen. Toen ging hij met pionnetjes en dingetjes toch uitleggen. Daar heb ik nog wel om gelachen. Maar naakt, het is wel... Het was de naakte waarheid van Piet. Dit is wel een droom voor elke pensionado-volgvrouw. Dat denk Piet ik wel, Piet Barry naakt in de kleedkamer nou de tactiek staat te analyseren. Die beelden zijn altijd geheim gebleven, maar bij deze, dat gebeurt ook, dames. Dus ja, dan weet je dat. Laten we hem volgend jaar eens een keer als prijs weggeven. Ja, een naakte speech van Piet. Voor de volgers. Ik denk dat dit de kop gaat worden van het filmpje. De naakte speech. Daar was ik al bang voor. Jos. Graag gedaan, Hart.